Oké, dus je draagt een mooi kettingje en je slikt 3 keer per dag een pilletje. Maar waarom doe je dat eigenlijk? Dit moet je doen omdat je een bijnierziekte hebt. Bijnieren zitten in je lichaam. Kijk, daar zitten ze. Normaal maken ze een belangrijk stofje aan waarvan je energie krijgt. Maar omdat jouw bijnier ziek is, wordt bij jou dat stofje helemaal niet gemaakt. Daarom hebben we dat stofje in een pilletje gestopt, zodat jij gewoon lekker kunt rennen en buiten spelen. Maar soms gebeurt er iets heel spannends en krijg je kriebels in je buik. Je weet wel, je bent bijna jarig, je gaat op vakantie of misschien heb je wel koorts. Dan heeft je lichaam meer energie nodig en moet je extra pilletjes slikken. Want als je dat niet doet, word je misselijk, duizelig en kun je zelfs heel erg ziek worden. En dat wil je natuurlijk niet. En die ketting? Die moet je altijd dragen, zodat iedereen precies weet dat je een bijnierziekte hebt. En als er dan wat fout gaat, als papa en mama niet in de buurt zijn, weten anderen ook dat je extra pilletjes nodig hebt.